Oké, Mika, ga graaien. Het hoeft en niet. En haal een goeie. Ik wil niet kijken. Ik vind gewoon niks. Jelly beans! Zijn er jelly beans? Ja, nee, daar staat. Boston baked beans. Dat kan ook. Boston baked beans. Zijn het echt een boon of zo? Ik heb geen idee. Nee, het zijn pinda's met een suikerlaagje eromheen. Dus ja, genoeg suiker, manieus. Boston baked beans. Candy coated peanuts. Nou. Want we hebben niet veel suiker. Brought to you by softness. Het zijn sweets. Dus ja, alles met suiker. Oké. There we go. Professioneel opengemaakt. Je maakt het weer lekker open inderdaad. Je proeft echt de peanut. Ik wil er vier. Zonder dat je het in je mond hebt gehad. Nee. Ik bedoel, je ruikt echt de peanut. 3, 2, 1. Nee, niet. De peanuts. Heel hard. Ik dacht Het is harder dan ik dacht. Ik dacht echt zo lekker een soort van M&M. We hoorden het allemaal kraken hier. Nou. Ik vind het ook niet zo lekker. Tanden vallen er vanaf. Ik heb dit wel eens gegeten. Oh. Ja, daarom... Goed schat, Mateo. Goed schat. Ik weet niet. Aan de ene kant is het, doet het me aan vroeger denken, aan iets. Maar aan de andere kant heb ik zoiets van... Ja, ik weet niet. Ja, ik weet niet. Zo. Als je het langzaam doorbijt, is het wel lachen. Oké. Nou goed, heel goed. Nou, Mateo. Jij mag nog... Papa die neemt er nog een paar. Die denkt, dit vind ik wel lekker. We moeten het ook allemaal onthouden, hè? Dat is wel misschien een goed idee. Hubba Bubba Dr. Dapper Cherry Artificially Flavored Bubblegum. Wat zeg je? De Hubba Bubba Dr. Pepper Flavored Bubblegum. Dus het is... Dr. Pepper. Dr. Pepper Bubblegum. Dr. Pepper vind ik ook niet echt. Ja, ik vind het wel lekker. Eén keer in de zoveel tijd. Lekker koud als het heel warm is. Oh my god. Het ruikt gewoon serieus naar Dr. Pepper. Heel warm. Oh my god. Dr. Pepper. Nou, neem maar ieder de helft, jongens. Neem maar gewoon ieder de helft. Nee, je bijt het gewoon af. Hier, mes. Oh, papa heeft een mes. Nee. Mark heeft een nieuw mes en hij heeft zichzelf al 3 keer mee gesneden. Het is werkelijk heel erg intelligent. In oh, dat hoeft niet in de film? Dit knippen we eruit. Oh, nee. Of snijden, want dat is... Ja, ik wilde net gaan zeggen. Well, you practically just... Oké, het is kauwgom, hè, dus... Niet zo smakken, hè? Proberen. Dit vind ik heerlijk. Dit is Dr. Pepper. Wat grappig. Voor mij... It's cherry. Cherry Dr. Pepper. Mag ik me? Nou, ik leg het nu hier neer. Is dat veilig? Ja, ik vind het lekker. Moet je dan allemaal ballonnen blazen? Ja. Maar het lukt niet. We hebben allemaal de helft. Ja. Het is echt goed. Nice! Mama heeft gewonnen. Ik heb gewonnen. Nou, ik vind het lekker. Ja. Wie is er bij? Ja, het is best lekker, maar... Mogen we dat uitspugen? Nee, nu al uitspugen. Nee, dat is best oké. Ja, toch? Ik uit de stekker. Jij mag de volgende nemen. Ik het? Nee, ik mag de volgende pakken. Hij was in trans. Moet je eruit ben. Het ligt hier ook echt helemaal onder. Het is echt gewoon... De hele tafel ligt vol. Nee, papa! Oh, en wat is er? Wat staat er? Skybar. Een skybar. Nou, heel goed. We halen over de kou. Wat is een skybar? Maar Ezra, ik gooi overal met die dingen en het is nog steeds niet in de drankjes gevallen. Ik heb de kou gewoon even uitgespuugd, want we gaan een skybar proeven. Ik ook. Een skybar. Jullie ook? Karamel. Vanille, peanut en fudge. Oh, zo achter elkaar. Wat zijn karamel, peanut en fudge? Nee, karamel, vanille, peanut. Oh, dat wil ik wel. Dat smelt het niet. Kunnen we ze allemaal zo? Kunnen we ze allemaal proberen? Ja. Als mensen niet weten wat fudge is, dat is karamel. Maar je bent uit beeld. Je bent zo leuk. Wow. Ik dacht dat het allemaal kleine reepjes waren. Ja, ik weet het. Het zijn... Wel eerst... Sorry, daar kwam mensen, voor mensen die toevallig net naar mij aan het kijken waren. En ik deed zo. Er kwam een vlieg op me af. Hartstikke leuk. Ik weet niet hoe... Je kan... Breek het nou gewoon. Oké.
Ja, maar het zijn allemaal verschillende smaken, dus... Niet dus? Wel. Echt? Ja. Ja. De ene heeft karamel, de andere heeft vanille, de andere heeft peanut en... Oh, nou nee, geef me één stukje. Kunnen we niet delen? Okay. Ik neem niet alles. Ja. Ik heb fudge. Fudge, oké. Okay. Volgens mij karamel. Dat was wel allemaal. Ja, karamel. Ik heb karamel, kijk maar. Ja, maar hij heeft ook karamel, zie je? Nee. Nep. Wat is dat? Oh my god. Een kakkelak. Ja. Oh, dus wacht. Een suikerdingetje. Nee, ik heb wel peanuts. Ik heb peanuts, ja. Je hebt vanille. Ga even scherp stellen. Oh, dat is vanille. Nou. Ik weet niet wat dat... Oké, nou, interessant. Wel? Ja, even. Was iemand peanuts? Mag ik karamel? Vanille. Dat is wel een interessante reep zo, of niet? Ja. Dus alle stukjes hebben een andere smaak. Dus als je niet weet wat je moet kiezen in de winkel, dan neem je gewoon dit. En dan heb je... Lekker. Dit was lekker. Ja, chocolade was ook lekker. Jonger. Dus dat is goed. Oké, hier is er, ben ik. Ja. Is er nog veel? Ja, want jij had die Dr. Pepper gevonden, toch? Nog vier dingen. Jeetje. En ik heb hier... Lang filmpje. Ja. Shells and Cheese Velvita Original. En dit is een soort macaroni and cheese. Just add water. Just add water. Nou, dat ga ik doen. Ik neem aan... Oh, wacht even. Ik moet er water in doen. En dan moet ik het in de magnetron doen voor 3,5 minuut. Dus dat is... Dus de value of de zeg het, de magie van filmen. Hoe zit het? Want nou, nu zien jullie dit. Maar even jongens, later. Jongens. 1, 2, 3 en... Okay. Maar wacht even. Nee, wacht even. Want ik wil eventjes vertellen dat hier zit blijkbaar kaas in. Het voelt heel ranzig. Oh god. En hier is de shells. En eerst moet ik hier dit met water doen. En dan moet ik later dit erop doen. Oké, ik heb het 3,5 minuut in de magnetron gedaan. En oh, nu is oké, dat ging snel. Ja, dat ging echt helemaal geweldig. Maar nu moet ik er dus de kaassaus overheen doen. En dan moet ik heel goed roeren. En ik ben heel erg benieuwd hoe dit allemaal, of het smaakt. Het ging ook helemaal borrelen in de magnetron. En gewoon net niet over het randje heen. Hè, dus dat hebben ze dan goed. Dat is een interessante... Oh, god, wat zegt dat er vreselijk uit. Oh, echt zo'n klodder. Dat is de klodder kaassaus. Echt, het was alsof iemand veel te veel geel eten heb gedaan. En dan zo... Amerikaans, hè? Dankjewel, Mathilde, we moeten dit nog eten. Ja, nou moeten we het eten. Nou moeten we dit proeven, oh god. Dan moeten we het proeven. Je hebt een hele grote hap. Heb je een grote lepel? Maar heb je ook vetorecht? Op niet hoeven eten? Ja, wil je het niet eten? Dit ziet er echt... ranzig. Oké, okay, jullie krijgen een vogels... beeldje... Til pasta is tender. Ik hoop dat het tender is. Als jullie het werd aan het proeven zijn. Oké, okay, nou goed. Het ziet er nu zo uit. Lekker vogelsbeeldje. Prank, gaat niet gebeuren. Volgens mij is het... Zal ik het als eerste gewoon eten dan? Ze valt flauw. Mag ik ook? Nou, ik kan niet zeggen dat ik het heel vies vind. Ik denk dat ik het water er even een beetje af... Heet. Mag ik ook een hapje? Heet, zeg ik. Gelukkig had je een schone broek. Dit is Mika. Die is natuurlijk habitat. Mika is een natuurlijke habitat, iets heets eten. Ik denk dat ik dat nog best wel zou kunnen kopen in Amerika, vooral als we in een of ander national park zijn, Mark. Het is niet erg. En we hebben geen eten. Ja, dit nemen we altijd mee op vakanties als we inderdaad even niks kunnen... Dit moet ook? Het is echt niet erg, papa. Het valt niet... al mee. Het valt echt wel mee. Het is niet zo erg als misschien moet je er niet zo naar kijken. Misschien moet je je neus en je ogen gewoon dicht doen. Oh god. Pap, het is gewoon normaal. Doe zelf eens normaal. Het is heel zout. Is dat zo? Nee. Het is echt heel zout. Ja, maar... Deze geluiden erbij. Nee, ik vind het niet veel. Nee, vind je dit niet lekker? Nee, echt niet. Nou, ik zou dit echt wel kunnen eten.
als we niks te eten hebben en we zijn ergens... Luister, als ik al honger heb, maakt het rauwe bonen zoet, maar ik liever niet. Ja, nou ja, het is mac and cheese. En misschien dat we het niet in deze vorm, maar gewoon in een pak. Maar ik zie het mezelf al... Jij ook? Mm-hmm. Dit is de... Maar het is misschien... Ik heb liever de sweet potato skins. Ja, ik wil ook kopen. Ja. Maar misschien had ik het water een heel klein beetje moeten af... dingen zodat het niet zo heel erg... Alhoewel, volgens mij hoort het gewoon zo. Nou goed, we hebben er nog twee dingen in zitten. Drie. Mika? Drie. We hebben er drie. Oh, nog drie. 1, 2, Mika? 3. Je mag het heel even wegzetten, dan mag je een nieuwe kiezen. Zo, kom maar. Ik ook pak er maar eentje. Wat drinken of nog twee dingen? Heel goed. Heel goed. Wat ben jij? Mag ik hem even voorlezen? Dat is een... Nee, maar ik wil het voorlezen. Het is een... Het is een chewy bij... Quaker. Yes. Thin Mints Girl Scouts. Girl Scouts. Oeh, Girl Scout cookies. Dit is een granola bar. Granola. Dit is gewoon een granola bar. Okay. En dat geeft heel snel geeft dat energie. Oh. Oh. Niet aan Mika geven. En het is mint en chocola en het plakt. Dus wacht. Oh, je proeft de mint. Mm. Oh, wel lekker. Hashtag inside out. Wat vind je ervan? Het is maar 100 calorieën, maar. Heel leuk. Dat vind ik wel lekker. Ja. Vooral ook dat minty erin. Ja. Dat vind ik wel grappig. Nou, dat is inderdaad wel iets wat ik nog nooit heb gegeten. Maar ik wil de volgende van een Girl Scout kopen. Ik weet niet of dat er dan is als wij daar zijn. Oké. Okay. Want dan hebben ze aan vakantie, hè? Dus, nou. Matteo, jij mag nog even wat pakken. Een van deze nu een woord drinken. Drinken. Okay. Oh! Tab. Deze vind ik er leuk uitzien. Tab. Zou het roze zijn? Tab. Als er nou bruin water uitkomt, dan ben ik plat, hè? Nou, kom. Of blauw of zo, dat kan ook. Wat nou? Als er nu oranje water uitkomt, weet je waarom? Dit was roze. Het is volgens mij een beetje cola smaak. Oh, zo. Of een cola kleur. Oranje, verdomd. Ja, het is cola. Echt een beetje... Oh, het smaakt een beetje, het ruikt een beetje naar de nep cola. Naar cola? Cola, Lidl cola, zeg maar. Ja, 3S. Het bestaat niet meer, hè, 3S. 3S niet meer. Mag ik als eerst? Nou, stop. Ik als eerst. Blablabla. Als jullie ruzie gaan maken, dan neem ik als eerst. Nee, jij mag niet, ik wil als eerst. Nee. Oké, stop. Oké, nu wil ik. Het is gewoon precies de vieze 3S cola. Ja, echt? Ja, echt waar. I shit you not. Tel. Het is echt een... Ja, en dit heb ik serieus al heel 25 jaar niet meer gedronken. Of misschien wel 30 jaar niet. Van dat aspartaan nasmaak? Nee, dit is helemaal niet aspartaan. Dit is gewoon... Nou, ik heb het over die nasmaak. Die proeft aspartaan. Ja, saccharine zit erin inderdaad. Dat bedoel ik. Artificial sweetener. Saccharine, dat bedoel ik. Nee, dit is gewoon 3S cola. Voor de mensen die dit nog weten. 3S cola, blikje. Dat was gewoon... Vind ik dat leuk. Kostte 33 cent of zo en dan kreeg je een hele liter. Smaakt nou, en het laatste, Mark, er zit nog maar één ding in, dus... Oh ja? Ja, pak het maar. Weet je wat er ook nog in zit? Ja. Nee! Allemaal open voor mij, hè? Oké. Nou, wat zit er nog in? Snack attack pack. Okay. Oh nee, de snack pack. Een snack pack. Dit zijn van die dingen die doen ze volgens mij gewoon in de lunch. Pas op, hè jij. En je kunt te ver gaan. Nee, het is... Hier doen niet iemand. Oh, hoor. Echt hoor, anders vind je het straks niet in je bed. Oh, great. Yes. Oké, het zijn... cookies. Volgens mij... Oreo shape. Het zijn koekjes met peanut butter ertussen. Dus ik ben benieuwd. Doet wel even. Een beetje droog. Een beetje nu fluiten. Nu. Het is een beetje droog. Mika en papa. En van twee. Het is op zich wel lekker, maar het is een beetje droog. Ja, ik heb inderdaad weer gewoon gevoel terug in mijn tong, zo droog was het. Ja. Nou goed, jongens, jullie moeten allemaal iets kiezen wat jullie het lekkerste vonden. Papa, wat heel snel. De peanut? Peanut. Sweet en jij, Mika?
Sweet potato skin. Ik vond deze denk ik ook wel het lekkerst. Ik moet even kijken. Definitely. Ja, deze. Echt waar? Nee, die vond jij niet het lekkerst. Ja. Echt waar? Mm-hmm. Waarom mag dat niet? Ik verwacht het gewoon niet. Ik nee. Denk, ja, het is ik, maar... Ik is... weet het, het is heel eigenzinnig van me. Maar weet je wat het is? Weet je wat het is? Een sandwich misschien zo. Het is een jongen, hè? Weet je, en op een gegeven moment gaan ze van die ramen, noedels en zo eten en dit soort dingen. Nee. Ja, jij ook? Je echt met grote bakken tegelijk naar binnen. Eeuw. Ja, het is niet het geweldigste ever, maar ik kan het wel. Het is oké. Okay. En jij dus de chocolade peanuts? Nou, het zijn de of het M&M's. Peanuts, ja. Zijn dat die heten? Hij zijn, het is al op. Peanutbutter. Of is het op omdat jij het al in je handen... Nee, het is omdat niet, het is niet helemaal op. Het zijn er nog twee in. Oh, daar zitten er nog gelukkig. Twee in. Oké. Okay. Nou, dit was het weer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Wat dat een enorme weer is, bende hier, Meloes. Ja, het is hier echt een enorme bende. Wat voor drie? Deels door ons allemaal, maar ook omdat Mark het nodig heeft om al die dingen te gooien. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. En smile for pretty. Doei! Doei!